Nou, dit hebben we nog nooit gehad. Lijkt wel dit is echt het lot. Ja, er zullen wel een magneetje om nee, zitten. Echt, echt hoor, ik zweer op een stapel bijbels. Wat is het gekst dat je ooit gedaan hebt onder een trip? Ja, het is weer drugs. Ja, maar het draait naar zo'n rode, dan is het ook... Ja, maar ja, Jules is in het zwart, jij bent in het zwart. Ja, dat is dit waar. Toch? Nou, ik heb wel eens wat gebruikt, waar ik verder niet over zou uitweiden, maar daar is een trip absoluut de kleuterschool bij. Dus, dan laat ik dat als antwoord. Dat is het gekste wat ik ooit heb gedaan. Ja. En hoe lang duurde die, kan je dat wel zeggen, ongeveer? Oh, dat duurde wel een paar dagen. Maar ja, daarom ook niks om over, nee. Nee, niets om aan te raden? Nee. Maar dat was toch een zuiver in huisvleit vervaardigd recept ook, toch? Echt, heb je achter de wok gestaan? Een beetje dit, een beetje dat. Nou, het had dus vreemd genoeg met astma-sigaretten te maken. Astma-sigaretten? Ja, die had je vroeger, hè. Mensen die astma hadden, die kochten... Sigaretten? Astma-sigaretten, met de H er nog in, hè. Astma-sigaretten. Kon je bij de drogist kopen, kocht je zo'n doos... Er zaten in van die hulzen, sigarettenhulzen, weet je wel. En er zat een baaltje vulsel bij. En dat leek net op wiet. Maar dat was stramonium. Stramonium. En dat zag er net uit als wiet. En dat deed die mensen, die gasten, die maakten daar zo'n rol, weet je, die rolden daar die sigaretten van. En dat rookten ze dan als ze een astma. En dan kregen ze verlichting. Dat verwijderde de luchtwegen op een of andere manier de kant, hoor, ik bedoel. Ja, krachtig maar. Dus het was meer, maar dat was stramonium. En dat komt uiteindelijk, is dat terug te voeren tot het duivelskruid. Weet je wel, dus de nachtschaden. Ja. Nou, dat zijn, en hadden wij gehoord dat als je van dat stramonium, als je daar thee van zette... en als je dat dronk, nou, dan, oké. Okay. Dus wij, ja... De astma-sigaretten gekocht, ja. En ja hoor, ze had een vultje. Ja, maar ja, hoeveel moest erin in zo'n... uiteindelijk... Ja, Jezus, we hadden alles wat zitten proberen met de klimmende winden. Dat was op niks uitgedraaid, dat weet ik wel. Ja. Dus ja, denk, nou, ja, kon ons... Dus we, die hele baal erin, weet je wel. Nou, toen hadden, ja, dat was dus duidelijk wel wat... En dat was daar, we gaan niet verder in het recept. Zo, dat was waar die oude heksen ook die heksen dranken. Dat ze op die bezemstelen rondvlogen. bij ons ook, jongen. Ze kwamen door de muren links en rechts vlogen ze om die oren. Zo, die kon je als gewoon mensen niet meer tussen. Nee, dat tijd maar die heksen en die zo... Oh, Marsbewoners en noem maar op. Charlie Parker kwam ook nog even langs. Ja. Heel goed, nou ja. Ja, helemaal te gek. Dames en heren, wat... Mensen niet aan beginnen. Niet aan beginnen, zeggen we allemaal, we raden niet aan. Niet allemaal aan die astma, niet allemaal zo... bij de terugrust staan. Want die dingen zijn niet meer te krijgen, volgens mij. Oké, okay. Dames en heren, blijf hier.